Beste Geert, je weet dat wij als CDA enthousiast zijn over de maatschappelijke dienstplicht. Omdat wij denken dat dat grote toegevoegde waarde heeft voor de samenleving als geheel. Voor jongeren om iets te doen of bij de krijgsmacht of bijvoorbeeld in de zorg. Mijn vraag aan jou is dat niet iets waar ook de PVV zijn handtekening onder zou moeten zetten? Dankjewel en veel succes. Nou, beste Wopke, we moeten niks. Maar het is inderdaad geen onsympathiek plan. Als mensen vrijwilligerswerk en dat ook misschien een wat iets minder vrijblijvende manier iets voor onze samenleving kunnen doen over de vorm, of dat een plicht moet zijn en of dat bij de krijgsmacht en waar dat moet zijn, kunnen we nog met elkaar praten. Maar het idee is zeker niet onsympathiek.